We staan hier aan de Vijfhuizendijk. Kunt u vertellen wat hier is gebeurd? Ja, er is vannacht rond 1:30 een grote brand gemeld door een voorbijganger. Die zag dat hij al uitslaand was. Die heeft direct een van de medewerkers die op het terrein woont gealarmeerd en de brandweer al gebeld. Dus de brandweer heeft zodoende gelijk opgeschaald naar grote brand. Binnen in de loods achtermijn is huisval opgeslagen. Er staan ook een shovel en een kraan. Dus dat is de reden dat u af en toe wat kleine explosies hoorde. Het is gewoon huisval en geen gevaarlijke stoffen dergelijke bij betrokken. Het pand, zoals u kunt zien, staat gewoon vrij. Er is geen gevaar voor overslag naar andere onderdelen van het bedrijf. De bewoning is ook op een enige afstand, dus ook de rookontwikkeling die wel hevig is, kan op dit moment geen kwaad voor de omwonenden. Dus er zijn geen woningen in de buurt moesten worden ontruimd? Nee, dat klopt. Er is natuurlijk wel naar gekeken uit voorzorg vanwege de grote rookontwikkeling. Maar hij stijgt redelijk recht naar boven toe. En dichtstbijzijnde huis is toch zo'n 150, 200 meter afstand, dus dat kan geen kwaad. En wat gaat er nu gebeuren? Ja, we zijn zoals u ziet bezig met de blussingswerkzaamheden. We kunnen er niet zo makkelijk bij. Dus we zijn al enige tijd zoet hier, voordat we klaar zijn. Maar op zich kan het allemaal geen kwaad. En is er al iets te zeggen van een oorzaak van de brand? Nee, de oorzaak is nog niet bekend. Ik heb een kan. 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 Ik heb een kan.